Stoa brengt een serie boeken uit over beekherstel. In dit feuilleton bundelt Stoa de kennis op het gebied van de hydrologie, hydraulica en ecologie. Kennis die is opgedaan door de waterschappen en experts binnen de diverse kennisnetwerken uit de verschillende vakgebieden rondom het thema beekherstel. Het feuilleton bestaat in eerste instantie uit 4 delen: geomorfologie, hydrologie, ecologie, cultuurhistorie. Wat wil Stoa bereiken met het uitbrengen van dit feuilleton? Om kennis die er is op het gebied van hydraulica of hydrologie te ontsluiten voor mensen die ook op andere terreinen actief zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de ecologie en omgekeerd. We willen die vakdisciplines echt wat nauwer met elkaar verbinden. Dat is echt de belangrijkste reden. En vervolgens is ook het opschrijven van de kennis in een boek altijd de bron voor andere vormen van communicatie, bijvoorbeeld het opstellen van websites of het maken van rekenregels. Het begint met het ergens vastleggen van de kennis die er is. En daar zijn we nu mee bezig. Het is niet zo dat de waterberen natuurlijk voor het eerst zijn begonnen met beekherstel. Er is al heel veel ervaring met beekherstel. Er zijn ook wat foutjes gemaakt in het verleden. Er zijn vispassages aangelegd die niet goed werken. Maar dat is allemaal verleden tijd. In de uitvoering, het is niet zo dat de wijsheid alleen in pacht is bij de Stoa. Je merkt dat in de praktijk er al heel veel is geleerd en dat het succes van beekherstelprojecten de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen. Maar wij willen daar nog een extra impuls aan geven. De Community of Practice Hermeanderen is een van de leveranciers van kennis voor het eerste deel van het feuilleton dat verschijnt, geomorfologie. Wim Zeeman is bij de Esvelder Beek om te kijken hoe een recent hermeanderingsproject is uitgevoerd. Het bijzondere is denk ik dat men hier geprobeerd heeft om met de kennis die er de afgelopen jaren ontwikkeld is, om een beek weer een natuurlijke loop te geven. En of dat precies zal zijn zoals hij ooit geweest is, dat is natuurlijk de vraag, want alle omstandigheden die zijn tegenwoordig anders. Je kunt hem wel een natuurlijk karakter geven, maar het zal nooit meer zo zijn als het ooit vroeger geweest is. Hij slingert hier omdat hij in het verleden waarschijnlijk ook wel gedaan zal hebben. En dat heeft alles te maken met de opbouw van het landschap, de helling die je in een gebied hebt, de hoeveelheid water die er afstroomt en de samenstelling van het bodemmateriaal. Die 3 factoren die bepalen of een beek de neiging heeft om te gaan slingeren of niet. En er zijn tegenwoordig dus de inzichten al zo ver gevorderd dat je met kennis van die 3 factoren kunt voorspellen hoe een beek zich van onder deze omstandigheden in de komende tijd zou gaan gedragen. Je kunt hem met een nieuwe inrichting daar een stukje bij helpen om die situatie te creëren. Ook heel belangrijk van die feuilletons is dat ze niet alleen een filosofie beschrijven, maar ook praktische handvatten bieden. Dat is gewoon voor ons bij de Stoa altijd een punt. Je kunt er wel over praten, maar je moet er ook mee kunnen werken. En we proberen zoveel als mogelijk die kennis die er is te vervatten in praktische handreikingen voor de waterschappen. Nou, die krijgen in het handboek een aantal ingrediënten aangereikt. Een soort stappenplan waarin staat hoe je stap voor stap kunt komen tot een voorspelling van deze beek of een beek. Er zijn ook zelfs formules voor die uit allerlei situaties zijn afgeleid. Dus je kunt een ruwe inschatting maken van hoe een beek zich onder deze omstandigheden gaat gedragen. En als je hem goed ontwerpt kun je ook aanzienlijk besparen op het onderhoud. Wij staan hier in de buitenbocht en je kunt zien als je achter mij kijkt vanaf die andere buitenbocht steekt dus de hoofdstroom van de beek, die steekt schuin over. Die komt hier weer in de buitenbocht en die begint hier al zijn werk te doen. Dat gaat uitschuren, je ziet er stukken afkalven, er komen stukken grond los. Dus binnen een afzienbare tijd dan krijg je hier een verder uitlopen van de buitenbocht. En binnen een aantal jaren zullen ze misschien een probleem hebben met het fietspad hier. Dat zou ook nog wel kunnen. Maar dat zien we dan alweer. In het feuilleton is de kennis die in het verleden is opgedaan gebundeld. Maar daar blijft het, als het aan Wim Zeeman ligt, niet bij. Ik denk ook dat het leuk is als we enige tijd verder zijn, dat de ervaringen die men heeft in de praktijk, dat die ook toegevoegd gaan worden aan het handboek. Dus het zal in die zin ook een dynamisch document misschien wel moeten worden. Hè? Dat van tijd tot tijd weer bijgesteld wordt. De natuur verrast je altijd weer. Dus in die zin zul je ook steeds weer nieuwe dingen zien. En die nieuwe dingen die je ziet, die zul je moeten proberen te interpreteren. Probeer ze ook vast te leggen, dan kunnen anderen daar profijt van hebben. En zo ga je aldoende steeds beter de zaak begrijpen. En ook erop kunnen inspelen.